Welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben bij de Big Bazaar geweest. Ik heb daar even vuurwerk gehaald. En ik ga even alles uitpakken. En dan zal ik dat even mooi neerzetten voor jullie. En zal ik laten zien wat erin zit. Nou, dit is alles wat ik heb gekocht. Ik heb 2 pakjes van die fonteinen. 5 pakjes van die combi assortment ofzo. 14 pakjes van deze star fonteinen. Daar heb ik zoveel pakjes van omdat ik er ook een project van wil gaan maken. Ik heb 3 van die pakjes traffic lights. Ik heb 1 pakje van die soort fonteinen. Ik heb 2 crackling boxen. 10 van deze pakjes. 4 pakjes knetterlinten. En 5 pakjes knetterballen. Ja, er is wel 1 zakje kapot gegaan. Oh ja, ik heb ook nog grondbloemen. En ik zag dat dit weer de oude knetterballen waren. Oh, ik zit nou op mijn schaduw. Maar dit zijn weer de knetterballen. Waar die balletjes weer in zitten. En dus niet van die cilindertjes. Ik zag dat toevallig. Maar ja, omdat ze kapot waren, ik dacht ik ga even kijken. Maar gelukkig zijn het weer die oude. Dus die klappen wel leuk uit elkaar. We zijn op locatie. Daar staat die fietsman weer. Ik ga denk ik maar even beginnen met deze dingen. Alle 3 gewoon tegelijk. Als dat gaat lukken nog. Altijd weer 1 laatkomer. Zo, cracklingboxje. Die ik moeilijk open krijg zo, maar ik heb het toch. Ratelins die wel heel erg kort zijn. En knetterballen, hier zit weer van die capsules in helaas. Nou, we doen gewoon gelijk alles in 1 keer. Dat was het. Disco cracker is volgens mij. Prachtig. Zo, gelijk meerdere tegelijk. Misschien had ik ze iets meer van het vuurwerk af moeten halen, maar het gaat wel goed, denk ik. Nou, door die knetter had het in de fik kunnen vliegen, maar ik heb geluk. Ik stel voor nu even een paar fonteintjes. Nou, 2 zilver fonteinen. Wat duurde die kort zeg, maar 1 ging ook niet goed volgens mij. Oké, de volgende 2. Hopelijk duren deze wel wat langer en gaan die wat beter. Oké. Gewoon fluit, ik had echt sier verwacht. Nou, ik hoop dat deze geen fluit geven en die wat beter gaan. Die andere vond ik echt gewoon niks. Kijk, dat was wel beter. Alleen jammer dat ze zo kort zijn. Nou, daar gaat hij. Meerdere tegelijk.
Waar een knetterlintje wel niet goed voor is. Alleen volgende keer moet ik op een plek gaan staan waar de rook niet naartoe komt. Nou, de fietsman zit alweer aardig vol met afval. Dus eens kijken of ik hem kan aankrijgen met grondbloemetjes. Dat moet ik trouwens wel goed gooien. Nou, fik erin. Hopelijk gaat het werken. Nee, dat gaat niet werken. Dan doen we het anders. Zo, dan doen we het op deze manier. Hopelijk dat dat wel gaat werken. Ja, dat wou ik zien. Alhoewel moet ik zeggen dat hij nou nog niet goed in de brand staat, maar het gaat wel lukken zo denk ik. Zo, ik heb mijn best ervoor moeten doen, maar hij staat aan. En nu even grondbloemetjes. Oh shit, waarom zo dicht bij het vuurwerk? Ik ga hier wat staan. Holy shit. Ik kreeg hier wel even een onveilig gevoel bij. Maar er zijn een paar niet afgegaan. Eens even kijken. Laten we nu de Star Fountains gaan doen. Nou, een aansteker heb ik nou niet meer nodig. Want daar is nu gewoon mijn fietsmandje voor. Ja, deze duren wel lang. Oké, meerdere tegelijk. Nou, daar gaat hij. Ja, ze gaan alle drie aan. Mooi. Zo, ik was net van plan om een mat te gaan maken, maar het begon te regenen. Dus ik sta nu bij een tunnel. Dus laat ik daar maar wat beginnen met wat fonteinen. We beginnen met een discofles fontein. Kijk, hier in de tunnel zijn ze wel leuk, dus ik pak de volgende er even bij. Nou, de volgende is een kreklingfontein. Klinkt altijd mooi in de tunnel. Mooi geluid. Oké, de strongwisselfontein. Waarschijnlijk is dit die fluiten waarvan ik zo even dacht dat het een mooie zou worden, maar dat het alleen een fluit is. Die vernam ik wel in mijn oren. Zilverfontein. Waarschijnlijk de leukste. Of een van de leukste. Juist. Green Blue Fountain. Dit is ook wel een van de mooiste, denk ik. Hij was wel vrij kort. Oké, ik heb nou nog één fontein, dat is de Tricolor en die vind ik zelf het mooist. Oké, hier is de Tricolor fontein. Waar is het lontje? Daar. Oké, deze vind ik zelf het mooiste.
ook was deze helaas heel kort. Oké, de tunnel staat echt vol met rook. Eens even vanaf de andere kant kijken. Nou, even een klein matje gemaakt. Ik hoop dat het wat gaat worden. Dat alles afgaat, dat vind ik het belangrijkst. Nou mensen, dat was hem. Kijken of alles is afgegaan. Nee, alleen één ding niet. Maar wat een rook hier. Dan moet ik weer even vanaf de andere kant bekijken. Ja, het staat hier nou helemaal blank, mensen. Echt dit hele stuk. Allemaal vanuit de tunnel. Zelfs dit hele pad naar achteren staat vol met rook. Dat alleen voor een matje, moet je nagaan. Oké, een heksenkringetje. Nou, het lontje wil niet echt meewerken. Nu wel. Prachtig, wat een rook. Zo, even wat grondbloemetjes tegelijk. Dat is altijd wel leuk. Poging 2. Hopelijk dat die wel gaat lukken. Zo, nu even gewoon een pakketje in één keer, als dat gaat lukken. Ik hoop het van wel, het zou wel leuk zijn. Ja, dat gaat wel lukken. Hashtag pijn aan je ogen. Starfontein. Ja, alles is aan. Die gaan als het goed is wel het plafond raken. Wow, dat is net niet. Geinige dingen. Nou jongens, hierbij ga ik mezelf verblinden.
Nou mensen, dit is alles wat ik nog hier heb bij me. Dus ik stel voor dat ik hier één grote mat van ga maken of één hele grote heksenkring. Dus daar ga ik nu even mee bezig. Nou mensen, dit is hem uiteindelijk geworden. Dus ik zeg aansteken maar. Het gaat wel lang duren. Eindknal. Nou mensen, hier komt de eindknal. Als hij aangaat. Ja, hij gaat aan. Tering. Nou mensen, dit was de video. Dat was echt een grote eindknal. De tunnel staat nog steeds blank van al het vuurwerk en zo. Maar vond je het nou een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. Wil je meer video's van mij zien? Vergeet dan niet te abonneren. En binnenkort ga ik een vuurwerkproject uploaden. Maar die moet ik eerst nog gaan maken. Dus die zal denk ik ergens in december online komen. Dus ik zie jullie in een nieuwe video. Later.